Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets super leuks doen. Ik ga vandaag namelijk musclies namaken van mijn fans. Dit houdt in dat ik een paar musclies van mijn fans heb uitgekozen. En deze ga ik vandaag namaken. En ik ga het niet alleen namaken qua hands motions of qua liedje. Nee, ik ga ook dezelfde kleren proberen aan te doen. Mijn haar een beetje zelf proberen te doen. Dus hopelijk gaat het lukken. Vind je de video nou leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren. En let's get started! Ik heb op mijn Musical.ly account van heel veel lieve fans reactie gekregen of ik zijn of haar Musical.ly wilde namaken. Ik heb vandaag 3 Musical.ly's uitgekozen van 3 lieve fans die ik ga namaken. Dus laten we snel beginnen! Voordat ik ga beginnen wil ik jullie eerst nog even vertellen dat ik alle 3 de fans gewoon willekeurig heb uitgekozen. Ik heb door de reacties heen gescrolld en heb dan gewoon 3 aangeklikt. En daarvan heb ik de leukste musclie uitgekozen om deze na te maken. Musclie nummer 1. Ik ga als eerste musclie namaken van Ednina Vegils. Het is een hele leuke musclie, dus kijk maar even mee. Dat is echt een super leuke musclie. En ik ga deze musclie dus vandaag namaken. En zoals ik op het filmpje zie, ze heeft als eerste een roze shirtje aan. En wanneer ze springt, kan ik zien dat ze een spijkerbroekje aan heeft. Dus ik moet als eerst even een roze shirtje gaan regelen, een spijkerbroekje. En ik moet mijn haar natuurlijk in een staart doen. Een bril gaat hem helaas niet worden, maar ik ga in ieder geval mijn haar in een staart doen en de juiste outfit aantrekken. Nou jongens, ik heb mijn outfit aan. Ik heb als eerste dus een roze shirtje aan, zoals Nina ook had. En ik heb een kort spijkerbroekje aan. Ook heb ik mijn haar in een staart gedaan. Ik heb het statief op een goede plek neergezet, zodat het best wel lijkt op haar achtergrond. Het is niet helemaal hetzelfde, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Ik ga nu even de hand motion oefenen en dan is het klaar om de musclie op te nemen. Oh, dit is moeilijk. Dit is echt moeilijk. Oké, ik heb de camera goed gezet en op deze plek staat hij toch iets beter dan dat ik hem net had staan. Ik heb het dansje geoefend, dus laten we gaan beginnen. Ik heb hem net opgenomen, maar ik ben niet helemaal tevreden, dus ik ga hem nog een keertje opnemen. Ik zet de snelheid op 2 en dan op 3,1 bij de timer dat hij daar stopt. Oh, nee, die ging niet goed. Oké, nog een keertje. As long as I got you. Oké, ik hoop dat hij goed was. Nu de slow-mo. Ik zet hem op traag. En dan gewoon de timer aanzetten. Hoef geen stop te hebben. Oké, ik moet direct springen. Het is heel creep altijd. Ik was heel dichtbij. Musclie is gelukt. Ik ben er best wel blij mee. Hij is best wel leuk geworden. Ik ga hem even met jullie bekijken. Kijk maar mee. Ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat. Al is het misschien niet helemaal perfect. Ik vind hem wel heel erg leuk geworden dat we dezelfde kleding aan hebben. Hetzelfde haar. Ik vind hem zeker weten geslaagd. Laten we snel doorgaan naar Fan Musclie nummer 2. Fan Musclie nummer 2 is van Berfin X Ela. En het is een hele leuke musclie. Kijk maar even mee. Oké, deze musclie wordt echt een uitdaging. Want er zitten ten eerste heel veel hand motions in. En op het einde maak je zo'n sprongetje en ik kan niet zo'n sprongetje. Maar goed, we gaan hem gewoon proberen. Let's go! Voordat ik natuurlijk echt kan gaan beginnen met het maken van de musclie, moet ik als eerst even mijn look aanpassen. Ik moet mijn haar lekker vlechten, want ze heeft vlechtjes in. Ik mag een blauw shirtje aan en een wit kort broekje. Dus laat ik dat maar even gaan doen. Oké, jongens, ik heb me omgekleed. Ik heb een shirtje aan, ik heb vlechtjes in mijn haar. En het is zo lang geleden, het is echt super gek. En ik heb een wit broekje aan, die niet van mij is, want hij is echt veel te groot. Maar dat maakt niet uit, de look is compleet. Nu moet ik het dansje nog gaan leren en die is best wel moeilijk. Dus laat ik daar eerst maar even mee beginnen. Dat is heel lang, dit is moeilijk! Jongens, deze hand motions zijn zoveel moeilijker dan de vorige. En ze gaat super snel, ze doet het heel goed. En dan zit ik echt van, oké, wat moet ik doen?
Jongens, dit is best wel moeilijk. Oké, het is zover. Ik ga de video nu filmen. En het is best wel moeilijk. Hij gaat nog niet helemaal perfect. Maar ik denk als ik hem nu een paar keer doe dat hij helemaal goed komt. Dus ik zet de camera op 2. Ik zet het statief nog ietsje hierheen. Dan zet ik de timer op 8,1 seconden. 8,2 kan ook, ja. En dan gaan we maar gewoon beginnen. We hebben het eerste deel gefilmd. Ik denk niet dat hij heel goed ging, maar dat zien we zo meteen. Ik ga nu het slow motion stukje filmen, maar dit vind ik heel moeilijk, want ze doet superveel dingen en ik snap het niet en ik kan niet springen, dus... Ik zet hem op slow motion, ik zet de timer aan en ik ga staan. Oh my god! Schiet op, schiet op! Oké, jongens, ik vind hem best wel leuk. Ik vind hem best wel goed gelukt. Ik heb dus nu ook de tweede musicie gefilmd en ik vind hem heel erg leuk geworden. Kijk maar even mee. I'm thinking about her every second, every hour. Do my singing in the shower, picking petals off the flowers like. Do she love me, do she love me not? Oké, ondanks dat hij niet helemaal perfect is en heb ik het vooral voor de slow-mo, want ik doe echt de verkeerde kant op. Maar dat maakt niet zoveel uit, ik vind hem wel heel grappig geworden en daarom vind ik hem zeker beter geslaagd. Laten we snel doorgaan naar de laatste, maar wel een hele leuke Musical.ly. Musical.ly nummer 3! Nummer 3 is super leuk, hij is van @s-dvx en dit is een hele leuke Musical.ly. Kijk er even mee. I wanna know when I'm looking at you, that you don't only see the things you want to, cause I'm not perfect. I'm flawed. And if you don't like that, get lost. Oh, ze is super cute. Ik vind het een hele leuke Musical.ly. Ik ga me eventjes omkleden. Ik ga mijn haartjes weer los doen. Ik ga een soort van bandana / bandje in mijn hoofd doen. In mijn hoofd, op mijn hoofd doen. En ik ga even een blauw jurkje zoeken. Ik weet niet of ik die heb. Dus let's do it. En dan ga ik hem opnemen. Ik heb een bandana in mijn haar gedaan. En ik heb een blauw jurkje aan. Ik had helaas geen jurkje met mouwtjes. Maar deze lijkt er best wel op. Ook ben ik hier gaan staan, want hier heb ik een beetje een soort van schilderijtje op de achtergrond. En dat leek het meest op haar achtergrond. Dus ik ga nu het dansje oefenen en dan kan ik hem straks gaan opnemen. Dit is moeilijk! Oh, gossie. Oh no, dit is zo moeilijk. Ik ga nu de laatste Musical.ly filmen. Hij is best wel moeilijk, maar ik ga het gewoon proberen en dan zie ik het wel. Ik zet de tijdsduur op 2 en de timer zet ik aan. Deze heeft geen slow-mo of iets dergelijks, dus hij kan lekker doorfilmen. Ik hoop het, jongens. Hoe spannend. I wanna know when I'm looking at you that you don't really see the things you want to. Cause I'm not perfect, I'm flawed. And if you don't like that, get lost. Ja! Oh, ik vind hem super leuk. En ondanks dat het meisje het veel schattiger doet en het bij haar zoveel beter past, vind ik hem wel heel erg leuk geworden. Kijk maar even mee naar de Musical.ly. I wanna know when I'm looking at you that you don't only see the things you want to. Cause I'm not perfect, I'm flawed. And if you don't like that, get lost. Het is zo cute en ik vind de Musical.ly zeker weten geslaagd. Dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van de video. En ik vond het heel erg leuk om alle Musical.ly's na te maken. Al was het best wel moeilijk en eigenlijk veel moeilijker dan ik had verwacht. Ik vond het heel erg leuk en vond jij het nou ook leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet u onder niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei doei!